dan gooi je heel veel onder water. Dus hou er een beetje rekening mee. Schrik daar in het voordeel ook niet van de meeuwen. Want de meeuwen weten dat je hier kijkt op een heel makkelijke manier aan je eten kan komen. Maar sommige meeuwen gaan het tegen. Ja, dan reken ze zelf zo vol dat ze wel eens topzwaar worden. Lijkt het nog wel eens tot die hilarische taferelen. En dat die meeuwen nog wel eens wat laten vallen, wat zo heerlijk in je haar smeert. Helaas, voor jullie heb ik dat niet in de hand. En er is nog elke dag wel eens een keer de klos. Nou, wat zeehonden betreft, we hebben op twee meegemaakt twee soorten zeehonden. Hier voor ons in het bassin allemaal jonge grijze zeehonden. Hier aan de overkant volwassen gewone zeehonden. En aan de andere kant nog volwassen grijze zeehonden. En ook nog gewone zeehonden aan de andere kant. Al vanaf 1952 vangen we hier op Ekemaren zieke zeehonden op. Ekemaren heette toen nog het Texas Museum. En vanaf 1952 tot 1974 hebben we hier alleen maar dieren opgevangen en niet zo losgelaten. En dat is bewust zo gedaan. Ten eerste omdat er in Nederland tot 1962 werd gejaagd. En in de late jaren 60, begin jaren 70, ging het niet goed met de zeehondenstam. En dat kwam toen met name door de vervuiling. Nou, en het restant van die opvangdeelden uit de beginjaren, dat zwemt hier nog steeds aan de overkant. En wat daar zwemt, dat zijn eigenlijk allemaal hoogbejaarde oude zeehonden met een gemiddelde leeftijd van ruim 30 jaar oud. Nou, en over die zeehonden daar, dat zal ik jullie straks wat meer over vertellen. Behalve dat we hier zo'n groep van die oude zeehonden hebben, vangen we elk jaar hier mee om waren ook nog zieke zeehonden op. En dat zijn er gemiddeld per jaar een stuk of 40. En het bassin waar we hier nu staan, daar zwemmen jonge grijze zeehonden die de afgelopen 3 maanden door ons zijn opgevangen. Het bijzondere van grijze zeehonden is dat ze in de wintermaanden geboren worden. November al in Engeland, Schotland, december hier al in de Nederlandse Waddenzee. En de 9 hier zwemmen, dat zijn allemaal beesten die mede door slecht weer te vroeg hun moeder zijn kwijtgeraakt. En allemaal zwart in de kust en aangespoeld. En dat huidige bloed, dat lijkt eigenlijk dan dat het is. Nou, inmiddels zijn deze zeehonden allemaal alweer zo hersteld en goed op druk. Dat aanstaande vrijdag, als het weer een beetje mee zit, de eerste 4 alweer naar zee kunnen worden losgelaten. En de rest op de bedoeling dat de rest van de aantal zeehonden hier het komende voorjaar allemaal weer naar zee terug gaan. Nou, de laatste opgevangen zeehond die zwemt hier achter, ligt hier achter mij, ligt nog binnen. Colin is gevonden afgelopen zondag en heeft last van een behoorlijke longwarmte. Maar gelukkig met die oude medicatie is dat dus nog wel weer te verhelpen. Nou, als we die zeehonden gaan uitzetten, dan laten we ze altijd voor zo'n plaats. Dan gaan we zeker weten dat er in het wild ook zeehonden rondzwemmen. Zodat ze snel bij hun soortgenoten kunnen aansluiten. En dan te merken met de zeehonden eruit en het plastic label in hun achterflipper. Weet ik dan ook dat 80% van de dieren overleven. Weten die het niet halen. Helaas is de zwerfvuil hier in Nederland voor de zeehonden de grootste vijand. Goed, ondertussen is Emma leeg. Vanmorgen vroeg hebben ze ook wel een nodig gehad. Dat we het komende niet te kort. De deur of meer vis. Als wij de kans geven om even de emmer om te spoelen, dan weten ze hopelijk dat het genoeg is. Ik denk nou niet dat het zo leuk niet aaibaar zijn voor de grijze zeehonden. Ze willen nog wel eens in je vingers wrijven, dus vandaar ook dat het netjes voorstaat. En pas op dus. Goed, we lopen even door naar de overkant. Daar waar al die oude bejaarden zwemmen, om het mooi te zeggen.